Dan de tweede wedstrijd. Die is tussen AFC en SVV SMC. AFC staat momenteel derde in de hoofdklasse A. Maar Stanley Menzo liet vorige week in dit programma weten dat hij als doel heeft om tweede te worden. En om dat te bereiken moest AFC vanmiddag in ieder geval winnen van SVV SMC. Maar er was meer nieuws bij AFC de afgelopen week. Want Menzo tekende van de week een contract voor 2 jaar bij AGOVV in Apeldoorn. En het zag er al een beetje naar uit dat Menzo weg zou gaan. Maar nu het definitief is, komt de geruchtenstroom pas echt goed op gang. De wedstrijd van ADO 20 was afgelast en dus was Rob Witsche vandaag aandachtig toeschouwer bij AFC. Witsche zou op een lijstje staan. Is Rob Witsche de belangrijkste kandidaat? Geen commentaar. En dus vragen we aan supporters wie volgens hen de belangrijkste kandidaat is om Menzo op te volgen. Roel Schipper. En waarom moet hij het worden? De man heeft het vermogen om dit elftal nog naar een hoger level te tillen. Ik zou Tom Duchat er niet graag terug willen hebben. Puur op het resultaat. Gewoon echt, de AFC is een beetje achter de vooraan zitten. Want voetballen kunnen we. Ik denk Ton de Ooyers misschien. Dat meent u niet? Ja, dat meen ik wel, ja. Goed. Die past toch niet bij de club? Waarom niet? Waarom zou die niet bij de club passen? AFC toch een beetje elitair? Ton de Ooyers. Maar het gaat erom te trainen. Die AFC is een keer een kampioenschap komen zorgen. Ik denk dat Ton Ooyers daar de geschikte persoon voor is. Ik denk persoonlijk aan Ron Winter. Die loopt hier ook rond. En, dat is een grote naam. Ja, daarom. Na Duchatelier, Menzo en zo, past dat in het rijtje. Veel namen dus die de ronde doen, maar voorlopig is hij, Stanley Menzo, nog de trainer. En Menzo passeerde vandaag Dennis Purperhart na een conflict op de training. Ja, maar het is iets wat ik intern wil houden. Ik heb hem gepasseerd in ieder geval voor deze wedstrijd. En dat heeft hij niet geaccepteerd. Nou ja, kan. Voor de rest wil ik het intern houden. Maar hoe ziet de toekomst voor hem eruit? Want hij weigerde om op de bank plaats te nemen. Heeft dat consequenties? Ja, dat zien we volgende week. Volgende week is de volgende wedstrijd. En ik ga eerst nu genieten van deze wedstrijd. Maar genieten was er niet echt bij vanmiddag bij AFC. Het duel was matig, al begon AFC niet onaardig. Hier met Robert Gering. En de voorzet op Tjusjen. En het laatste tikje is dan van Tahir Akamrane. 1-0 voor AFC. Goed begin van de ploeg die daarna wat inzakte. AFC zonder Stefan Stam, die deze week werd getransfereerd naar het Engelse Oldham Athletic. En hij maakte gisteren daar zijn debuut in de Engelse Second Division. Slordig verdedigen achterin. En dan kan Leroy Smits zomaar profiteren. En is na een half uur spelen de stand weer in evenwicht. En zo geeft AFC SVV SMC de mogelijkheid om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Bepaald geen hoogvlieger, deze club uit Schiedam. Wist uit de laatste 9 wedstrijden slechts 1 puntje te halen. Maar toch waren de beste kansen in de eerste helft voor de ploeg van John de Wolf. Dan de tweede helft. Met de voorzet van Ken Watanabe op Tjusjen. En die is dan net niet scherp genoeg. Even later, in de 25e minuut, doet Tjusjen het een stuk beter. De voorzet is van Gering. En Tjusjen nu wel alert. 2-1 voor AFC, halverwege de tweede helft. We maken dan een sprongetje in de wedstrijd, de slotfase. Met invaller Uri Landvreugd op Bob Gering. En Gering ziet zijn broer Robert vrijstaan. En hij schiet de 3-1 binnen. Dat lijkt dan ook de eindstand te worden, maar toch krijgen we nog een hilarisch moment te zien. Onachtzaamheid in de ploeg en dan krijg je dit soort fouten. Edwin van Holten, toch een ervaren kracht, maar hier gaat hij natuurlijk geweldig de fout in. Fiegel mag dan binnentikken, eindstand is 3-2, maar de punten blijven in Amsterdam bij AFC.